Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ja, daar keek ik al naar. Oké, we are shooting. Hoe mooi van onze stijl, jongens. Word jij onze jongste vlogger? Lijkt je wel op, hè? Oh my god. Jij en ik zijn nu naar ons huis aan het kijken. En zoals jullie kan zien is er heel veel gebeurd. I'm a cool mom. Not a regular mom, I'm a cool mom. Time. Jules draagt de set in shoulderpads met korte mouwtjes in het almond. Ook een van onze nieuwste Rijnders kleuren. Heel veel plezier met kijken. We hebben weer best voor jullie gedaan. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ja, daar keek ik al naar. In deze week gaan jullie zien hoe wij onze vriendin Loesje ophalen van Schiphol. Ik laat mijn huis met de nieuwste huisupdates allemaal even zien in de verbouwing. Ook zien jullie behind the scenes van onze nieuwste collectie en een fotoshoot. En een sneak peek van onze wintercollectie. En Marie gaat de nieuwste Clean Clio producten testen. Dus zijn we benieuwd? Blijf kijken en blijf abonneren. En duimpjes omhoog. Love. Vrienders. Als je naast Noon gaat staan, dan kijk je naar de camera. Wil jij dit? Ik heb mijn laars aan. Nee, hier. Je allemaal dingen hier, naast Noon. Ja, kom op, niet naast mij staan. Dan kijk ze naar mij. Ja. Dan gaan we ook even deze kleine hummel zitten. Vandaag een shoot met onze sweater collection. Dit dragen ik en Marie steeds. In het roze en blauw. Heerlijk t-shirtjes. Oh, dit is een van onze favorites. Shoulder pads. En deze is een basic dress. Aan de voorkant en de achterkant heel veel Rijnders. Hoe leuk. Geef je een beetje lucht tussen je ellebogen. Ja, heel mooi. Ja. Gorgeous. Mooi, Auw. Nou, het ziet er wel goed uit hoor, Jules. Doe nog even je pose. Doe maar. Hoe mooi zijn onze nieuwste stijls voor de winter? Oh, goed. I love it. Geef je mooie make-up lookje laten zien. Een trui. Vlies aan de binnenkant. I love it. Hoe mooi de vlechtjes. En de trui is van size curls en de broek dragen we maat S, maar valt mega oversized. Zo, dit zijn onze slim fit t-shirtjes curls. Die zijn €49,99 en die zijn bijna in de stores. En we hebben dus deze broek, die kan je met de sweater combineren, t-shirts. En we gaan nu onze allernieuwste sweater laten zien. De Robin met schoudervlieging. Lieve Robin. Superleuk. En ik draag hem in het zwart. Ook in de maat S. I love it. En dit is onze inspo board. En hoe leuk zijn onze vlechtjes. How pretty. Een body turt, moet ik ook zeggen. Een bodytje met een beetje schouderpads. Shoulder pads. Love it. Super. Okay, we are shooting in ladder. De ladder. Oops. Ik ga maar even filmen. Nee. Ik heb wel fijn. Marie draagt onze colbert. How nice. With the pants. High waisted met Rijnders omgebeurd. Met onze Yeezy fansnickers. Zo? Of zie je niet veel buik? Nee, je ziet eigenlijk helemaal geen buik. Ja, leuk. Ja. Hoe mooi van onze stijl, jongens. En dat is iets. Ja, zo. Mooi. Mooi. Ja. Mooi. Naar je twee even. En misschien heel veel beetje je achterste been naar binnen. Welke collectie hebben wij momenteel geshoot en wanneer komt het in de winkels? Nou, wij hebben de afgelopen wintercollectie geshoot. Dus dat houdt in winter 2020. 21? Nee. Is het 21 of 20? 21. Wat? Oh, het is 21. Oh, wat erg. Het is al jaar 21. Laten we zitten. Oké. Ja, dus dat hebben wij geshoot op kantoor. Aangezien corona is het nog lastig om ergens een locatie te huren. En momenteel is de situatie beter. Maar dit was natuurlijk een tijdje geleden opgenomen. Dus we zouden nu eigenlijk wel de mogelijkheden kunnen bekijken om eventueel in een hotel of een locatie af te huren. Maar we vinden het eigenlijk heel erg leuk. Heel erg clean. Het gaat nu meer echt om de kleding dan om de pruik. Wat we normaal hebben. En de make-up. Ja, en dan de locatie eromheen. Dus het is nu echt wel erg leuk dat je echt de basis ziet van onze kleding. En wat hadden die leuke vlechtjes. Dat wil ik eigenlijk elke dag doen. Ik wil het eigenlijk voor de dagboek zitting. Maar ik denk, hebben ze weer met die vlechtjes. Ja, het zijn dus gewoon losse plukjes die we hier inzetten van Real Hair Online. Echt extensions. Zo doen. Ja. En die gaan we in tutti colori laten maken. En dan kan je gewoon in elke kleur vlechtjes doen. Klikken. Ook voor het inkoopseizoen, maar ook gewoon voor de shoot en ook gewoon voor dagelijks. Dus dat hebben we eigenlijk geshoot samen met Ron Harley. En mama was er dan ook bij. En Mike. En de baby's. En de baby's. En jij was er ook even bij. Want door privéomstandigheden was de shoot verplaatst. En toen hadden we allebei geen oppas. En de wintercollectie komt midden juli komt de eerste drop al. In de winkels en online. Maar echt de hoofdcollectie komt echt in augustus. Ik denk meestal augustus. Ook door corona zijn er wat vertragingen opgelopen. Niet heel erg. Maar daardoor kan het al iets langer duren dan verwacht bij de douane. Ja. Dus heel even geduld. Maar we hebben wel heel veel sneak peeks van deze vlog. We hebben echt heel veel leuke dingen laten zien. Ja.
leer. Ook. Vegan ladder. Vegan ladder. Vegan, we hebben geen echt leer meer. Oh ja, wat zijn onze nieuwste winterkleuren? Dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Ja, superleuk. We hebben de kleur almond. Dat is one of my favorites. Zit een beetje tussen oranje en bruin in. En dan mineral blue. Ja, dat is eigenlijk een beetje zo'n blauw-groen kleur. Ja, je kan niet omschrijven. Een beetje klei. En grape eight. Grape eight is gewoon paars. Gewoon prachtig. Maar echt een bos best paars. Dus we hebben echt heel veel mooie nieuwe kleuren. Ook weer de dark brown en de dark olive. En grijze sweatstyles hebben we nog een paar stijls ja, in. Dat is ook heel leuk. En natuurlijk gewoon crème zwart. Heel veel mooie basiskleuren. In de winter zijn we echt altijd wel van de rust. En de zomer zijn we altijd wel gekkig. Van een warme tonen. Ja. Ja. Dat is zeker waar. Ik zit normaal altijd aan die kant. Wil je ruilen? Ja. Super. Is dat beter? Tata. Ja, dat is beter. Ik zo valt mijn haar gewoon leuker. Wat is jouw favoriete item van de wintercollectie? Dat kan ik ook denken. Oeh. Items? Items. Item. Ik denk dat ik wel weet van jij. Jouw leer, denk ik. Ja, ik denk, ja. En ik denk de bodies. Ik ben wel echt heel gek op het leer. Ja. Maar ook echt op Teddy. Ja. We hebben nu zoveel leuke dingen. We hebben ook eindelijk jassen. Jullie vroegen echt of we eindelijk ja, die hebben niet jassen gepost. Nee. Nee, dus we hebben echt... Ja, de jassen zijn inderdaad wat uitbundiger. Ja, maar we hebben ook hele kleine jassen. Ook in het leer. Ook in het leer. Hebben we ook nog niet laten zien. Ja, maar die vind ik ook nog wel uitbundig. Die bomber? Nou, niet. Een bomber dus. Ja, hij is wel heel oversized. Dus ja. Ja, het zijn wel hele mooie jassen. Dus ik, ja, dit we hebben eindelijk naar jullie geluisterd. We hebben basiskleuren, we hebben jassen, we hebben tassen, we hebben bucket hats. We hebben zoveel mogelijk gedaan wat we zelf ook leuk vinden. Maar ook, we hadden toen een poll gedaan. Toen was er vraag naar inderdaad jassen wat ontbrak. Ja, en ook tassen. Gewoon voor een normale betaalbare prijs, girls. Vinden wij. Ja, is het ook. Wat? Jij en ik zijn nu naar ons huis aan het kijken. En zoals jullie kan zien is er heel veel gebeurd. De eerste verdieping is erop. En ze zijn nu ook gewoon met de tweede verdieping bezig. Ongelooflijk. Zo benieuwd. Hoe ver ze al zijn, Livia. Oké, we gaan naar binnen, Livia. Hallo. Hallo. Holy cannoli. Here's my handsome man. Wil je even Livia pakken voor mij? Kijk. Oh my god, guys. Dit is al de hal. Nou, ik weet niet of je het goed kan zien, maar ze hebben hier al een opening gemaakt voor onze schuifdeur van glas. En dan zijn we hier eigenlijk een beetje een ontvangstruimte, maar het zit helemaal vol met isolering. Hier komt ons toiletje. En hier hebben we ook al helemaal alles eruit gesloopt. Dit wordt de woonkamer waar ik nu loop. En hier wordt de keuken. Er komt een heel mooi dakraam, helemaal in het midden, een lichtkoepel. We heel veel mooi daglicht hebben. Dit wordt een hele glazen puin nog helemaal. For home. Ja, Livia. Ga je lachen? Charmeurtje. Wordt dit mooi, hè? En ik kan boven niet laten zien, maar het is echt... We gaan zo snel, jongens. Dit is de eerste verdieping. Ze zijn al met de tweede verdieping weer boven bezig. Oh, zo mooi. Open haard is trouwens weg. Je kan er toch niet in? Oh, je gaat nog eentje naar boven natuurlijk. Oh, god. Waar zijn we aan begonnen, Livia? Waar zijn we aan begonnen? Hallo, jij wordt vrolijk als je de camera ziet. Word jij onze jongste vlogger? Oh, dat lijkt er wel op, hè? Het wordt zo mooi, jongens. Ik ben zo blij. Het gaat zo snel. Echt zo leuk. En ik wil al vertellen hoe het allemaal wordt, maar ik hou ook een beetje spanning. Hier komt de meterkast helemaal mooi gemaakt voor in de muur. Hier komt de vissengraad vloer van Onyx bij Solid Nature. Mijn keukenblad wordt ook Onyx. Black Luxury die gaat voor ons helemaal de stijl doen. Dus de bank, de kasten. Kijk, ja, lachen. Love it. Oh, het wordt zo mooi. Ben je aan het lachen? Koekoek. Koekoek. Oh, ik vind dat mooi, hè? Hier gaan we gewoon wonen. Ik heb het ingezoomd per ongeluk. Zo. Hallo. Ja, mijn huis, ons huis, update. Heel. De laatste keer dat ik in een vlog laat zien, stond alles nog namelijk. Ook de open haard en de muren en de vloer. Nu is alles eruit. Nu is alles eruit. Het is echt super leuk om te zien hoe snel het gaat. Chaos everywhere. Ja. We hadden vertraging verwacht, klopt af. Hout. Maar alles gaat echt plekloos. Splendid. We hebben echt een hele goede aannemer. Echt hele goede mensen die voor ons werken. Echt super blij. Ze gaan echt als de mallen. We zijn nu al met de tweede verdieping helemaal dicht. En de begane grond is helemaal leeg. En er is fundering gekomen. Want in de Haarlem zijn altijd houten palen. Dus voor de zekerheid. Maar alles gewoon goed gefundeerd. Ook voor de eerste en de tweede verdieping. Recht getrokken. Nou, het wordt echt prachtig. Ik moet zeggen, ik was heel sceptisch. Maar ik vind het nu wel heel mooi worden. Alleen de locatie nog steeds heel ver. Ja, heel ver. Dus we zijn er heel erg blij mee. Vooral Jaime is helemaal in zijn hum. Die is er bijna elke dag. Zonder Jaime zou het ook niet zo vlekkeloos lopen. Dus nee, die is heel veel aan het regen voor het huis. Die is heel veel aan het regen voor het huis. Super fijn. Dus het is heel erg fijn. Meneertje. En wij gaan toevallig morgen kijken. Dus in de volgende week vlog, of die week erop dan, om de twee weken, zal je meer over het
Oh, doe je dat niet? Nee. Oh. Zal je meer over het huis gaan zien? En ook meer over de plannen, hoe het gaat worden qua interieur. Ik ben eindelijk over uit. Ik had eerst een visgraat vloer, dan wordt het niet meer. Eindelijk ook. Ik, ja. Het gaat steeds meer van mijn kant op, het huis. Jij hebt geen hout straks. Je hebt geen vloer, maar wel betonsuree, nude, geen kleur. Ja, maar ik wil wel van kunst. Ik verwacht eigenlijk wel dat mijn kant op. Ik niet. Nee, maar gekke dingen. Ik hou van gekke dingen aan de muur. Ja, maar ik heb altijd gekke dingen. Ja, je wilt wat zeg jij op Mike? Ook iets voor mij moet maken. Giraf en Livia moet hij nog doen. Beschilderen, ja, leuk. Ja. Zo, wat gaan wij doen? Wat gaan wij doen? Wij gaan in Nezel. Wij gaan op vakantie. Naar Ibiza. Ja, dat is leuk. Nee, we gaan rijden naar Frankrijk zo. Oh ja, dat is ook leuk. Nee, we gaan nog iets veel leukers. Nou, we gaan Lucie ophalen. Want die hebben wij nu inmiddels 4 weken lang niet kunnen spreken of zien. Ik heb haar eventjes gezien op FaceTime. Wij hebben die donderdag haar gezien en die maandag ging ze weg. Ja, maar wel nog via de app gesproken. Ja, okay. Dus we gaan nu Lucie ophalen. We wachten totaal niet met mama en de baby's. Want zij denkt natuurlijk... We gaan je natuurlijk nooit doen met de baby's. Wat een gedoe. Dus ik denk dat zij echt helemaal verrast is. Jill zit met de kiddo's achterin. En wij gaan Lucie ophalen. Jill voelt er nu echt een cool mam. Nou ja, deze verblijft er geen 2 wagens meer. Dat had niet gepast. Oké. Okay. 2 wagens past niet in de auto. Dus Jill heeft nu echt van Boegaboe echt een heel handig koppelsysteem. Livia liggend. Ligt het ook gewoon. En Rock daar. Goed, hè? Kijk, ze gaan. They see me rolling. Lucie verwacht echt niet dat wij met de baby's rocken. Dus ik nog helemaal iets starter naar jou. Starter. Oh, dat we met de baby's haar komen opwachten, hè? Nee. I'm a cool mom. Not a regular mom, I'm a cool mom. En we zijn helemaal in de vibe van onze fotoshoot gebleven. Want wij hebben gewoon iedere keer nu die vlechtjes voorop. Nou, ik vind het enig. Word up. Word up. Hoe leuk. Rocket vindt het allemaal zo mooi hier. Niet normaal. Hebben we er zin in? Ja! Hebben we er zin aan? Ja, 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 ja. Oh, kan je niet wachten? Nee, dat kan je. Op ons vriendin Loesje. Nou, het was dus heel grappig. Marie en ik hebben nooit Love Island gekeken voor gezien. Nee. Dus Loesje zei... We waren ook een beetje sceptisch eerlijk gezegd. Ja. Dat we dachten, dus toen we er eenmaal achter kwamen en Loesje erin zat, dachten we echt... What? Superleuk! Superleuk! Maar we hebben dus nooit gekeken. Maar we vonden het niet een heel ordinair programma. Nee, zoals niet. Sommige andere programma's wat we niet noemen. Dus we dachten, nou, oké. Dus toen ze erin zat, toen gingen we het pas kijken. En toen vonden we het eigenlijk echt wel heel leuk. Ze is heel erg zichzelf gebleven. In het begin zag je nog dat ze natuurlijk moest wennen aan alle aandacht. Alle drukte. Maar we weten dat van Loes. Die heeft echt gewoon even zijn tijd nodig om zich te... Ja, maar wie niet? Ik zou ook denk flabbergasted zijn. Door alle camera's en dit. Dus, maar ja, op tv duurde dat natuurlijk wat langer dan in real life. Hebben we dan nu ook wel een beetje begrepen. Ja. Maar ja, superleuk. We hebben er dus ruim een maand niet gezien. Nee, dat was heel bijzonder om er weer te zien. Eigenlijk weer vanouds natuurlijk. Ja, niet dat we er echt heel vaak zagen ervoor. Maar nu opeens dachten we van, oh, wat zei zo? Ja, een telefoon, zo'n appje is natuurlijk het makkelijke. Dat kon ook allemaal niet. En dat heeft zij eigenlijk ook beseft. Dus dat was echt superleuk om haar weer op Schiphol op te halen met de baby's en mama. En ze vond het een heel leuk avontuur. En we hopen inderdaad dat de liefde ook geslaagd en nog steeds blijft. Wij vinden dit in ieder geval heel leuk. Ja, wij vinden het een hele leuke meisje. Ik vind het echt een leuk koppel ook. Ja. Dus we gaan bekijken of zij nog verder gaan in deze relatie. Zij waren de enige die een beetje nog relaxed waren over hun gevoelens. Ze zeggen, ja, ik kan niet binnen die periode zeggen dat ze helemaal een man van de leven botel. Is. Botel, nee. Maar ze ligt daar ook in de bubbel. Ik geloof ook dat die in de realiteit heel anders is. Ja, daar gaat veel sneller. Ja. Dus ze gaan het meemaken. En Loesje was mega verrast dat we er waren. Ze had het echt niet zien aankomen. Nee, ook omdat ze natuurlijk dacht, we hebben allebei een baby. En voor gedoe om haar erop te halen. Maar we vonden het wel echt noodzakelijk dat we eventjes... En we hadden echt een mega goede stroller mee. Mijn wagen. Ja. Uitgeklapt als een soort van superheldwagen. We vonden echt supermoms, voelden wij ons op ja. Zo, goedemorgen girly. Ik ben vol in de glam. Ik bedoel girlies. Jullie hebben ons eventjes gemist op ons YouTube kanaal. Sorry hiervoor. Er waren echt een hoop dingen gebeurd. Heel veel privéomstandigheden waar Jill echt helemaal doorheen zat. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar Stinky is helaas overleden. Jill wil je ook niks over uit, aangezien ze het heel zwaar heeft. Ze
gaat het doen zodra zij eraan toe is. Ik hoop voor jullie begrip dat onze vlog wat later is dan gepland. We hebben wel heel veel leuke vlogmateriaal voor jullie. Onze fotoshoot namelijk met al onze nieuwste wintercollectie sneak peek items. Ook laat ik mijn huis zien met de verbouwing. En ik ga jullie nu ook meenemen naar dagje naar kantoor. En Livia is aan het schelen. Waarom? Je wil opeens alles doen, jongens. Koek, koek. Wow. Jill en ik gaan straks shooten voor de website. Leuke winterstijls. Dus daarin ga ik jullie ook meenemen dat we gaan shooten voor onze webshop. We vonden die statische houdingen niet meer zo leuk als we het nu terug hebben bekeken. We zien heel graag jullie advies hier ook in of we jullie wel die statische houdingen leuk vinden of juist het speelse. Jill en ik gaan nu iets minder geposeerd foto's maken voor de website, maar iets girly-achtiger, leuker, lachen. Gieren brullen. He? Dus ik ga jullie meenemen vandaag. Ik ga zo Jules ophalen. Ik wacht nu eigenlijk totdat Jaime thuis komt. Ik heb Livia net gevoed. Dus dan kan ik weer eventjes een paar uurtjes naar kantoor toe. Ons inkoopseizoen begint bijna. De nieuwste wintercollectie komt binnen. Dus het komt een hele leuke tijd tegemoet. Jules en ik zijn weer shooten. De website. Ik draag vandaag de nieuwe body van de Reiners collectie. Met een zipper. Die kan je dicht dragen of helemaal open. Ook de nieuwe sportlegging met Reiners op de waistband. En de Yeezys eronder. Jules is ook bezig met shooten. Dit zijn eigenlijk alle leuke kleurtjes die we hebben. Ga je zelf even filmen met je aan. Het straks chill. Ik ga mezelf eventjes filmen wat ik ga je cram aan doen. Ja, ik heb nog lukjes met leukste bij. Even kijken, ik draag de nieuwste kleur Purple Girls. En wat ik dus enig vind, dit is mijn lieveling. Dit is de shoulder pads body met een subtiel shouldertje, dus niet mega. Ja, Grape Ape, maar ik vind het een hele rare naam. Bes. Ja, ik weet dat het een bes is. Grape Ape Bes. En ik ga nu crème aandoen. En ik heb van Real Hair Online heb ik dus de vlechtjes erin. En nog mijn kunsthaar hier achter hangen. En je kan, het zijn dus super klein. Je kan ze in iedere kleur bij ze bestellen. Leuk zwart. Dus ik ga het zeker ook voor de zomer in het roze. Alle kleurtjes doen. Je gewoon maar inklikken. Voor leuke vlechtjes. En nu de crème couleur. Veel meiden vinden dit doorschijnen, maar ik heb nu een zwarte BH eronder aan. Dat zal ik eventjes laten zien. Zwart. Je blijft natuurlijk wel altijd deze lijn houden. Maar ik heb nu ook wel gewoon echt een push-up BH aan van Victoria's Secret. Als je nog iets seamless echt doet, dan zie je het helemaal niet. Ik draag wel gewoon een maat S hiervan. En eigenlijk, ja, zijn we er altijd heel tevreden over de kwaliteit. En dan met de Yeezy Foam sneakers van Sneaker Legend. Dit is mijn favorite kleur van ons nieuwe winterseizoen. Het is echt zo'n mooie, ja, blauw-groene kleur. Het is echt beautifully. En ik draag nu de zipper weer. Met lange mouwen. We hebben ook korte mouwen. En met de high-waisted sportlegging. Je ziet, ik kan hem helemaal hoog trekken. En het sluit heel erg mooi aan. Als een zitje. Love it. En ik ga even de rits voor jullie openmaken met één hand. Ik kan hem dus ook zo dragen. Ik krijg nu één van mijn favoriete kleuren ook. In het donkerbruin, de set. Het zit echt heel erg mooi aan het sluiten. Het is echt net een tweede huidje. Het zit zo mooi. Met schoudervulling, Reiners aan de voorkant en ook weer op de knieën. Dus dan heb je een hele mooie set. En ik draag van beide eindjes van mijn huidige maat S. En Jules draagt de set in shoulderpads met korte mouwtjes in het almond. Ook een van onze nieuwste Reiners kleuren. I love it, I love it, I love it. It's your time. Oh ja, ook betreft het shoot heb ik het over dat statische posters van de webshop, wat jullie leuker vinden. Dus we zijn benieuwd. Straks als jullie de nieuwe foto's zien. Nou, het is niet dat we heel veel hebben geposteerd, maar wel meer dan normaal. Nou, wel wat meer dan normaal in plaats van met je armen naar beneden en zijkant. Wat jullie ervan vinden, wat jullie leuker vinden voor op de website om te zien, laat even ons weten onder deze video. Ja, wij willen meer close-up, maar dat kan dus niet met, met het apparaat. Dus dat is het enige wat wij zelf dan al als comment hebben voordat jullie het allemaal zeggen. Ik wil het van dichtbij zien. Ja. Het zijn geen bewerkte foto's. Het is altijd gewoon hoe het is. En ik krijg wel heel veel de vraag of ook misschien andere modellen op de website met andere maten. Ja. Dus dat is wel in de toekomst. Dat vond ik ook wel een goed idee. Bijvoorbeeld echt met curves en ook weer een smaller meisjes ons. Want wij zijn ook gewoon SM nu. Ja, zeker. Dus dat. Oké, okay, leuk idee. Dat hebben we het zelf allemaal bedacht. Nee hoor. Oké, okay, goedemorgen girls. Sean en ik hebben straks een shootdag. Ik doe altijd voordat ik ga make-uppen. Nu gaat Harley doen. Mijn nieuwe product van Glay & Glow ga ik gebruiken. Ik doe het normaal gesproken in de badkamer, maar het is echt geen leuk licht. Dus vandaar dat ik het even hier voor jullie opneem. Glay & Glow heeft namelijk een vitamine C serum als nail product. En ik ben er helemaal verliefd op. Ik gebruik het elke dag voordat ik mijn make-up of doe. Dus eerst het serum. En dan wacht ik totdat het droog is. En dan doe ik mijn moisturizer op. En dan doe ik eigenlijk mijn make-up. Ik heb eigenlijk een paar druppeltjes nodig. En dat doe ik zo eventjes. En dan moet je dus deppen op je gezicht. Ook op je voorhoofd. Zodra je het gevoel hebt dat het droog wordt, dan doe ik de moisturizer eroverheen. Het heeft ook echt een hele lekkere geur. Zoals je kunt zien, heb ik nu al zeg maar een glowy op mijn gezicht. Ik laat het even intrekken. Het is heel makkelijk in gebruik. En dan ben ik ready to train voor de shooten. Zo, als je kan zien heb ik net het serum opgedaan. En je ziet dat ik een hele glowy glans op mijn gezicht heb. Ik heb nu nog een beetje aan het drogen. En zodra het gedroogd is, ga ik de moisturizer gebruiken. Dit is het mooie serum. Hoe leuk verpakt. En tijdens het wachten ga ik Livia tillen. Hallo. Hallo. Ja,
ook niet welke. Nu 8 uur, ik neem er zo mee. En dan gaat jij me ophalen. En dan papa gaat je ophalen. Hallo. Zo, oh, ik blijf naar de kamer kijken. Ja. Zoals je kan zien, ben ik nu al helemaal opgedroogd. Ik heb nog steeds een mooie glow. En het is echt dus zo opgedroogd, Kuls. Dus je hoeft niet te lang te wachten. Echt binnen 2 tot 3 minuutjes is het helemaal droog. En dan heb je nog steeds deze mooie glow. Zo, het serum heeft zijn werking gedaan. Zoals je kan zien, heb ik nog steeds een natural glow. Maar het is helemaal droog, het plakt niet meer. En nu gebruik ik mijn gehydraterende moisturizer voor eroverheen. En dan doe ik eigenlijk al mijn make-up. Dus ik ga het voor jullie even gebruiken. Dit gebruik ik echt dag en nacht. Als dagcreme, maar ook gewoon lekker voor de nacht. Zoals je kan zien, is dit de moisturizer. Het ruikt heerlijk naar kokos. En nu heb ik echt een hele goede, lekkere, gezonde, glanzende huid om make-up aan te brengen. En ik ben echt verliefd op deze producten. Kijk hoe mooi ik glow. I love it. Dus, de moisturizer gebruik ik daarna. En ik heb nu eerst het serum gebruikt. Als je denkt, wat hoor ik voor geheig? Dat is heel vervelend hoor. Eerst hoor je allemaal Livia en nu hoor je Frankie. Wat is hier dan? Hij heeft opeens een drukke uurtje. Alsof ik iets aan het opnemen ben. Wat moet je nou? Haar. Ja, met al je mooie haren. Uitsloven. Dus we gaan zo naar kantoor, Livia. Hallo. Koekoek. Livia wordt zo groot. Hoe gaat het met haar? Stout. Ja, het is ons stoutertje. En het is niet ja, dat ze stout in gedrag. Ze is gewoon heel leergierig. En als je weet gewoon wat ze wil. Het is gewoon echt een schorpioentje. Ja, is het echt. En ze is gewoon, als je wil zitten, ze wil gewoon niet meer zitten. Ze wil dingen ontdekken. Ze wil gewoon vermaakt worden. Ze entertained. Ja. Entertained. Maar ze eet, nou ja. Ze eet eigenlijk wel ook. Ja, wanneer ze zin in heeft. Ja. Ze bepaalt heel al haar eigen regeltjes. Maar ze slaapt gelukkig nog steeds in haar eigen bed. En ze, ja, het is een heel makkelijke baby. Ze wil geen fles nog steeds. Dus nee. Ik heb haar bij neergelegd. Gewoon borstvoeding en nu met de hapjes. Ze is bijna 8 maanden. Dus volgende baby nummer 2 meteen flesvoeding. Ja, daar ben je echt over uit. Hè? Ja, daar ben ik over uit. En met Rock gaat eigenlijk alles next. Ondanks alles. We hebben Rock niet natuurlijk veel in de vlog zien. Die is hier meer verhaal. Hij is heel groot. Ben je zo'n grote baby aan het worden? Ja, dit is Rock. Ik zal het even laten zien. Met je mooie blauwe ogen. Dat is de camera. Ja. Oh, word je verlegen. Word je verlegen. En Rock is een mini Julie. Wat vinden jullie? Sorry Mike. Hij ziet veel te veel. Kan je geen kusjes geven? Zit je helemaal in de lipstift? Nee. Dus we hebben natuurlijk Rock in deze weekvlog iets minder gefilmd. Ook omdat ik privé natuurlijk helemaal dramatisch ben. Maar daar wil ik er eigenlijk niks over zeggen. Nee, dus vandaar dat de Rock even niet in de vlog voorbij komt. Niet dat jullie denken, wat film jij alleen maar film met Livia? Egoïst, maar... Dat was jij niet al nu, hè? Nee. En ons kleine ventje is inmiddels alweer 7,5 kilo. En 5 maanden. Dus nee, het gaat helemaal goed met Rock. Het allerliefste jongetje, maar ja, ja. En ze zeggen dat jongetjes heel druk zijn, maar hij is zo chill. Net als vaak papa, een relaxte dude. Ja, hij is heel relaxed. Huh? Je bent zo'n relaxte dude. Ja. Hey. En dan ook, ben ik benieuwd of onze baby's door hebben dat we tweeling zijn straks. Huh? Ben ik ook heel benieuwd naar. Ja, wat gaan jullie zien in de volgende week vlog? We gaan naar Bataviastad aankomende week. Ja. Marieder Huis ga je dus heel veel voorbij komen. En voor de rest, inkoopseizoen begint. Het is natuurlijk een periode met voorbereidend kantoor. Dus na heel veel huis, Bataviastad, we krijgen namelijk een nieuwe Reinerstorwinkel. We zoeken ook weer mensen voor. Dus meer een beetje dat in regelen. De showrooms klaarmaken. Ja, kantoor live. Mam live. Laat maar ook even weten onder vlog wat jullie graag willen zien. En zeg maar dag tegen de vloggers. Love. Reiners.